vannacht? Nou, dus vannacht is er brand uitgebroken in mijn tent. En die tent die wordt gebruikt voor mijn auto en voor de scootmobiel voor mijn vrouw. Mijn vrouw is gehandicapt. En de tent, om een uur of bij tweeën was dat, was mijn zoon, die is kok. En die kwam thuis en toen zegt hij, pa, de tent staat in brand. En ik naar beneden en toen zag ik al. En ik zag meteen al dat je niets meer kon doen, want de vlammen die waren al meters hoog. En ik hoorde ook al de brandweer aankomen, die was gewaarschuwd, was heel snel ter plekke. En ja, die is begonnen te blussen. Maar het was een aanzien van om te huilen. Ja. En u ziet ook achter mij dingen die allemaal vergaan zijn. Er is niks meer van over. Alleen mijn museumtje wat aan de voorkant zit, dat is wel gebleven. Gelukkig, maar grote waterschade. Dat is het geval. Hoe bent u er zelf onder? Ja, ik moet zeggen vrij rustig. Vrij rustig, dat kan ik wel zeggen, ja. Maar uw vrouw is toch wel een beetje... Mijn vrouw was helemaal over de toer, ja, helemaal. En misschien heb je het wel eens gelezen in de Dagblad van het Oosten. Door mijn geloof heb ik gelukkig het rust kunnen houden. En ik heb ook gebeden. En ik heb ook bijzonder gebeden voor de brandweermensen. Omdat zij dus ook hun werk konden verrichten.